Hallo, wat een lekker warm huis. Ik steek mijn kratje neer. Hoi, Thomas. Ik ben Jet. Thomas. En Marco. Hallo. Hoi, ik ben Jet. Zijn dit jouw verdiensten? Nee, niet echt. Ik help mee, maar ik mag er eigenlijk niet te veel aan doen. Want als ik één bal te ver naar links hang, dan... Terug die bal. Oh. Dus ik help mee. We zijn bijna klaar. Dus, Maar ik zie naast die boom ook nog een enorm ding staan. Ja. Deze vleugel. Dat is mijn piano. En ook tijdens kerst? Ja, ook tijdens kerst. Moet tijdens kerst. Mooi. Ik heb gehoord dat jullie heel erg van gourmetten houden. Ja. En wat voor speciaals zouden jullie graag willen hebben? Iets exotisch misschien. Oh. Iets aparts. Iets wat we nog nooit gedaan hebben. Nou, dat gaan we doen. Spannend. Ja. Dat gaan we doen. Wij gaan samen de keuken in. Leuk. De Brabantse Marco en Gina zijn dol op carnaval, op weekendjes weg en op hun zoon Thomas. Die op zijn beurt dol is op musicals en muziek. Marco en Gina leren elkaar kennen in de plaatselijke koekjesfabriek. Hij zit nog steeds in de koekjes en zij in de vleeswaren. Voordat we aan de slag gaan met de special, eerst een gezellig glaasje wijn. Proost. Proost. Gina, hoe ziet normaal het kerstgourmetten bij jullie eruit? Lekkere stukjes vlees, hertenbiefstukjes. Kijk eens, dat is al mooi gesneden. Komt dit uit de slagerij waar je werkt? Dit komt uit de slagerij. Ik denk dat jij het wel druk hebt voor de kerstdagen. Ja. En hoeveel gourmetbestellingen hebben jullie dan? Misschien 600 tot 1000. Wauw. Ja. En heb jij zelf ook nog wel zin in vlees als je al die schalen hebt gemaakt voor de kerst? Ja, ik moet wel overal van proeven wat ik maak. Maar ik heb dan nog wel zin in, om wat lekker te eten. Eigen stukje. Ja. Ja, nou heb je ook enorm verdiend natuurlijk naar zo'n drukke tijd. Naast dit heerlijks ga ik iets maken. Het worden taco's met chorizo en guacamole erbij. En de taco's gaan we een beetje vullen. Dus ik hoop dat jullie het lekker vinden. Ik denk het wel. Wij zijn wel voor iets anders. Okay. Deze kerstdag bestaat mijn special dus uit rijk gevulde taco's met worst. Beter bekend onder de Spaanse naam chorizo. Beginnen we met de zoete aardappel. En we gebruiken nu zoete aardappel, maar je kunt bijvoorbeeld ook pompoen gebruiken of normale aardappelen als je hier niets van houdt. Nou, ik zie wel dat aardappelen schillen, dat gaat jou veel beter af dan ik. Ik zie wel dat jij dat heel vaak doet. En de zoete aardappelen mogen in blokjes. Dan maak ik alvast even een beetje een soort van dressingje, ja? Waar we de blokjes in gaan marineren. Cayennepeper. Niet te veel, anders wordt het wel heel scherp. En dan mogen de blokjes erbij. En dan gaat het op de bakplaat. Dan beginnen we alvast met de guacamole. We snijden de avocados door de helft en de ui in halve maandjes. Dat doet Gina, omdat mijn ogen hypergevoelig zijn voor ui. Gaan jouw ogen ook wel eens huilen van de ui? Nee, bijna nooit. Heb je daar een truc voor dan? Een trucje is wel een kauwgompje eten. Oh, handig. En hoe wordt kerst bij jullie gevierd? Kerstavond zijn we altijd met z'n drietjes. We beginnen altijd met een cadeautje. En dan gaan we lekker gourmetten. En dan zetten we een lekkere kerstfilm op. En dan gewoon even relaxed onderuit. Bijkomen van de drukte. Ja. En dan mag de bieslook en een beetje koriander erbij. En we doen er ook een pepertje in. Goed, de guacamole is klaar. Daar doe ik deze twee pitten in, zodat het niet bruin wordt. Een trucje. Ah, we hebben ook nog de groene peper, de jalapeno peper. Die kunnen we erbij doen voor wie nog lekker een beetje van pit houdt. Nog even samengevat, twee heel praktische tips. Kauwgom tijdens het uien snijden en pitten in de guacamole. Ondertussen zijn de zoete aardappelen klaar. De chorizo moeten we alleen nog in blokjes snijden. Nou, we kunnen bijna aan tafel. Kijk, alsjeblieft. Kijk, dat ziet er gezellig uit. Wat denk je? Gaan jullie het lekker vinden? Ik denk het wel. Het ziet er heerlijk uit. Wil je deze taco's ook thuis maken? Kijk dan even op de website. Het is bijna zover. Normaal gesproken wordt in het huis Hollandse pot gecombineerd met Brabantse gezelligheid. Straks tijd voor de special. Proost. Proost. Maar eerst beginnen we met vlees en een andere familietraditie. Dus ik heb een cadeautje meegenomen. Omdat jullie zo'n hechte familie zijn en ik dat heel erg leuk vind om te zien. Nou, pak maar uit. Oh. Scheur maar gewoon open. Ah, kijk. Omdat ik dacht, jullie houden ook heel erg van oud-Hollands eten. Een oud-Hollands familiespel. Kerst bij deze Bourgondische familie is drukte in de slagerij, drukte in de koekjesfabriek. Maar is het ook druk achter de piano?
En jij, Thomas? Ben jij ook druk geweest voor de kerst? Een paar optredens heb ik wel, ja. Dat is echt wel leuk. Dus het is wel hier thuis, dan is het wel echt even bijkomen van... Ja. Vraag je ouders dan ook nog wel eens... doe nog even een kerstnummertje na het diner. Ja, ja, tijdens het diner zelf. Ja? Ja. En daarvoor eigenlijk... zit hij lekker te gourmetten en dan moet jij van tafel af. Ja, om precies. Ja. En dan speel ik eventjes het nummertje en dan... Dan weer terug. Dan zit de sfeer er weer in. En dan... Wat betekent Thomas voor jou? Ja, alles. En ik hou van muziek. En ja, hij maakt muziek. Ik vond het altijd leuk om muziek te maken vroeger. Ja, ik kom uit een voetbalfamilie, dus ik moest altijd gaan voetballen. Ja. En ja, hij wilde nooit voetballen. Dus hij zat altijd op het keyboardje van mij te spelen. En eigenlijk altijd blijven doen. Ja. Ja, en wij stimuleren dat voor 100%. En daar zijn we heel blij mee. Jullie delen echt een gezamenlijke liefde. Ja, we hebben samen een passie, dat is muziek. Heb je al een idee wat je wil gaan doen? Ik wil heel graag in het conservatorium. Oh, kijk. Dus dat is wel, ik wil echt van mijn hobby mijn werk gaan maken. En het lijkt me dan ook wel leuk om toch een beetje vrijer deze Brabant wel te verlaten, zeg maar. Dus wel eens een kijkje te gaan nemen buiten. Oh, en dan kijk ik even naar moeder, want wat vind je daarvan? Ja, hoe voelt gaat dat? Het gebeuren? Het is moeilijk, maar allereerste keer is moeilijk. Ik hoop stiekem natuurlijk dat ik straks ook wel nog een klein nummertje mag horen, maar... Heerlijk allemaal. Mama die maakt altijd biefstukjes, neemt ze mee van het werk. Nou, dat is allemaal wel lekker, maar het is ja, hetzelfde natuurlijk. En het is nou wel eens een keer leuk om eens een keer iets anders te eten. Iets speciaals. En ook wat pittiger. Ik hou ook van pittig, krijg ik ook nooit van mijn moeder. Echt heerlijk. Ik ben benieuwd of ik het kan overtreffen. Tada! Ziet er wel goed uit, hoor. We beginnen met de taco's even zo verwarmen op de plaat. Ja, normaal gourmetten we nooit exotisch. Het is altijd het Nederlandse gourmet wat we doen. En dit was natuurlijk een stapje buiten de Europese grenzen, Mexico. En ik hou er wel van, een beetje het aparte. Thomas, dit is wel heel anders dan dat je nu normaal doet. Ja, dit ziet er heel anders uit. Heb je een beetje vertrouwen erin? Ik denk het wel. Tacos gaan al een beetje krullen, dan kunnen we ze eraf halen. Anders worden ze wel heel knapperig. Ja. De zoete aardappel. En dan Thomas, hier staat oregano. Die mag er ook een beetje bij. Nou, dan kunnen we gaan bouwen, jongens. Nou, daar gaan we dan. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat smaken. Want het ziet allemaal wel zo speciaal uit. Iets exotisch. Dat is denk ik wel gelukt. Jalapenootje. Ja, mag lekker pittig zijn. Ja? Zeker. Oeh, je durft er twee op te doen. Zeker. Nou, ik ga hem dichtvouwen, jongens. Ik mis nog net even een klein pianomuziekje van jou eronder. Een spannend muziekje. Ja, maar dat kan geregeld worden. Oh. Het smaakt anders dan onze normale gourmet. Spanning. Nou, het smaakt goed. Ja? Ja. Ja, die jalapeno's daar ook wel van. Ja, ik vond het een geweldig receptje. Het is echt heel bijzonder. Ik dacht, die worst die hebben wij ook in de winkel en zo lust ik hem niet gesneden, zeg maar. Nee, maar gebakken? Ja. Volgens mij is het heel, ja, het is heel lekker, met die, ook met die crème fraîche erbij. Ja? Vind ik lekker. Ja. En het is vrij heet. Ja, dat komt door dat jalapenootje natuurlijk. Mijn moeder is altijd wel voorzichtig met eten. En zeker, maar ik denk wel dat ze nou wel een beetje het idee heeft van... Oh, dit kan ook. En het kan ook. Dus ja, ik denk wel dat het vaker op tafel komt. En zo bleef het tussen piano en gourmettafel nog lang gezellig in Roosendaal. Merry Christmas! Merry Christmas! De taco's en chorizo zijn in ieder geval bij deze familie een hit. Yay! Beter?